Ja. Zo, dit is dan een goede visplek, hè, Ernie? Ben ik blij voor, Bert? Ik heb mijn hengel in mijn leen en een lekkere, fitte worm al aan mijn nekje. Ik ook. Vooruit. Bijt hem maar. Heel goed. Oeps. Kijk nou toch, Bert. Hoe vind je dat een lekker visje? Gek, Ernie. Weet je wat je nou moet doen? Je haalt hem eraf en begin je weer opnieuw. Doe ik. Heel goed. Heel goed, ja. Daar gaat hij. Moet je kijken, Bert. Alweer een visje. Ja, dat zie ik. Dat zie ik. Ja, weet je, Bert, jij hebt nog niet veel geluk, hè, Bert? Ach. Weet je wat? Als we nou eens van plaats verwisselen, want die vissen die bijten hier veel beter. Maar, oh, geweldig. Ernie, dan ga ik die kant op. Pas op. Die kant op, zo voorzichtig. Ja, daar gaat zo, ja. Heel goed. Nou, heel erg bedankt. Ik vind het erg aardig van je. Zo. Oké. Gaat hij weer. Kijk nou toch, Bert. Weet je wat, Bert? Ik vis nu verder zonder ijs. En dan bijten die vissen vast wel bij jou. Oké? Wat een makker. Wat een vriend. Ja, dat doen we. Geen aas aan jouw haak en een vette worm aan de mijne. Ja, dan gaan we vissen. Oké. Nee. Oh, weer niet. Ik begreep er echt niks van, Bert. Ernie, ik ook niet. Jij vangt alle vis en ik vang noppers. Ja. Niks. Ik heb geen één vis. Zero. Nul. Wacht, Bert. Als ik nou eens helemaal niet vis. Ik kijk alleen maar hoe jij vist. Ik leg mijn spullen hier even uit de weg en ik kijk naar jou. Als je erop staat, Ernie. Ja. Vooruit er maar. Mm-hmm. Vooruit. Goed. Ik voel iets, Ernie. Ik voel iets, geloof ik. Ja, inderdaad. Ik heb beet. Het is volgens mij een grote. Ja, een heel gevecht tussen hem en mij. Kijk, daar komt-ie. Eindelijk heb ik beet. Wat is dit? Maar dit is geen vis. Dit lijkt wel een brief, Bert. Wil jij hem voorlezen? Natuurlijk, daar staat... Waar is die vriend van je gebleven?